Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze systeem refereeravond. We hebben vanavond Louis Daal en Peter Simon Peters, zeg je dat? Ja, Peter Simons. Ja, ja. Beide werkzaam bij de Keerkring in Bijlen. En zij gaan ons wat vertellen over partnerrelaties en autisme spectrumstoornissen en ouderschap. Ik denk heel boeiend onderwerp voor ons uit de kinder- en jeugdpsychiatrie, maar ook voor anderen. Ik geef het woord aan Louis. Nog even dit, als jullie vragen hebben, dan graag even die stellen met de microfoon in verband met de opnames. Goedenavond. Ik zal even preciezer zeggen wie we zijn. Peter Simons, systeemtherapeut bij de Keerkring in Bijlen. En ikzelf ben Louis van Daal, ook systeemtherapeut. Allereerst heel erg bedankt voor de uitnodiging om hier wat te vertellen. En gelijkertijd, dat is de keerzijde van de medaille, denk ik, het werd ook wel eens een keer tijd. En het werd wel eens een keer tijd dat Akare en de Keerkring elkaar in zo'n verband zouden tegenkomen. En dat zal ik straks wel eventjes illustreren waarom het hoog tijd werd. De Keerkring is een kenniscentrum voor, en sinds 1 januari jongstleden heeft een andere naam. Het is een kenniscentrum voor psychiatrie, voor relaties en psychiatrie. Tot 1 januari was het kenniscentrum voor relatieproblematiek. Nou, relatieproblematiek is verdwenen uit het verstrekkingenpakket. Dus het moet allemaal onder de noemer van een psychiatrische diagnose bij een van de partners. Even heel kort de behandelcontext van de Keerkring. Ongeveer 21 jaar is het gestart. Het grootste deel bestond jarenlang uit de kliniek. Dat was een kliniek waar echtparen 7 weken verbleven van maandagochtend tot vrijdagmiddag. 7 weken intensief therapieprogramma met vaak een vervolg op de iets langere termijn in polyvorm. Het waren allemaal echtparen met ernstige relatieproblematiek en heel vaak gekoppeld aan individuele problematiek, al dan niet psychiaters bij een van beiden. Eén onderdeel van Keerkring is dan de kliniek. Daarnaast zijn andere vormen meer en meer ontwikkeld. De dagklinische groepen is een belangrijke poot geworden en de polykliniek. En van dagklinische groepen en de polykliniek, daar is één deel zich steeds meer gaan ontwikkelen en dat betrof de categorie echtparen met problemen waar ASS een rol speelt. En vaak of regelmatig een mix van ASS en ADHD, ADD. Het wonderlijke was, en dat was ongeveer ruim 10 jaar geleden, dat we ons gingen buigen over een percentage echtparen wat helemaal niets opschoot met de hulp vanuit de Keerkring. Vanaf de eerste dag hebben we altijd resultaatmeting gedaan. En er was altijd een percentage echtparen die er geen enkel nut van had. En toen we daar eens naar keken, toen was de veronderstelling bij ons dat kon wel eens samenhangen met de aanwezigheid van ASS bij een van beiden. En gelijkertijd werd helder dat het een gebied was, ASS of autisme, waar we absoluut niets van wisten. Iedere medewerker had ooit wel eens een middag college gehad over autisme. Als ik mezelf herinnerde, dacht ik, dat is wel eens aan de orde geweest, maar ik dacht, ik ga nooit met autisten werken, dus ik kan het vergeten en ik hoef me er verder niet in te verdiepen. En gelijkertijd, 10 jaar geleden, toen wij dat vaststelden bij ons, toen bleek vanuit Groningen bij het Autisme Team Noord-Nederland, daar werden ze voor het eerst geconfronteerd met het feit dat er volwassenen binnen beeld kwamen met autisme. En blijkbaar was daar, gek genoeg, altijd de gedachte van jongeren met autisme die gaan dood als ze 18 zijn, of het geneest op dat moment, want ze verdwenen gewoon. En binnen volwassen psychiatrie en psychotherapie was het een bijna volstrekt onbekend gebied. We zijn toen samen gaan werken met het Autisme Team Noord-Nederland. We zijn heel veel echtparen gaan spreken. We zijn groepen gaan formeren. We zijn dingen uit gaan proberen, bijstellen. En nu ruim 10 jaar later hebben we een behoorlijk ruim aanbod.
En het aardige is om vanavond iets van het aanbod te laten zien. Ik probeer het heel klein te houden. Dat is ook een van de leerpunten voor mij, zeker sinds ik met A6 ging werken. Dat ik mijn neiging om daar waar ik het minder helder had, steeds meer woorden te gaan gebruiken. Om het verhaal klein te houden en zo helder mogelijk. Eerst kom ik terug op mijn eerste opmerking. Waarom werd het eindelijk eens tijd dat de Akaren en de Keerkring elkaar zouden tegenkomen? Ja, schakel maar even. Nee, passeer maar Peter. We moeten wat tijd inhalen. Dus gelijk hiernaar. We hebben een tijd geleden, ja deze, dank je. We hebben een tijd geleden een onderzoek gedaan, een vergelijkend onderzoek naar echtparen. En hebben vier groepen echtparen geformeerd. Groep 1, dat waren echtparen waarbij een van beiden een formele diagnose binnen het autisme spectrum had. En de tweede groep, en dat was een hele aparte, wonderlijke groep die opviel voor mij toen ik daarmee in aanraking kwam. Echtparen waar een van beiden wel kenmerken had, maar geen diagnose, maar die zich wel bevonden in het hele gebied van hulpverlening bij A6. Vaak via de lotgenotengroepen waar de vrouwen dan aan deelnamen. Dat was de tweede groep. En de derde groep hebben we een 25 echtparen genomen die binnen de Keerkring in behandeling waren, maar waarbij geen enkele gedachte was in de richting van A6. En als vierde de groep de gezonde echtparen. En dat waren echtparen die de 3 jaar voorafgaand aan het onderzoek geen enkele hulp hadden gehad. Geen professionele hulp. Niet voor de relatie en niet voor ieder individueel. En dan heb ik er nu even 1 vraag of 2 vragen uitgelicht. Als je die 4 groepen die zo genoemd staan langsloopt bij de vraag van heb je kinderen? Dan blijkt dat niet zo erg te verschillen tussen de verschillende groepen. Dat ligt mooi dicht bij elkaar. Maar de volgende vraag, heb je kinderen met een psychiatrische diagnose? Dan zijn de verschillen opmerkelijk. En dan zou je kunnen zeggen, bij de groep, en dan kun je de eerste en tweede groep gelijk schakelen. Dan zou je kunnen zeggen, groep 1 en 2 die hebben ongeveer 4 keer zoveel kinderen met een psychiatrische diagnose. In vergelijking met groep 3. En helemaal opmerkelijk is het verschil als je het vergelijkt met de groep gezonde echtparen. Dan is het ongeveer 12 à 13 keer zo vaak. En heel vaak de psychiatrische diagnose, en dat zal niet zo gek zijn gelet op de ouders zoals wij die selecteren. Vooral diagnose A6, ADD, ADD. Nou, daaruit mag je concluderen dat het heel veel echtparen betreft waar ook hulpverlening is of is geweest of moet gaan komen op opvoedingsgebied. En daarom vind ik het eigenlijk bijzonder dat we na zo lange tijd pas nader kennis maken met elkaar, Akaren en de Keerkring. Net begon Gerard erover in het eerste fragment. Hij zei, in de groep heb ik veel geleerd. En dat was voor hem heel opmerkelijk en dat zien we vaker. Groepen bij ons, dat zijn heel vaak echtpaargroepen. Man, vrouw gaan in een groep met 3 of 4 andere echtparen. Volgen een bepaald programma. In dit geval kwamen ze in het programma voor relatie en A6. En dat is hopelijk voor het merendeel leerzaam. Ze krijgen heel compact informatie van onze kant over relatie, relatieleven, over A6, hoe je dat kunt combineren. Maar veel belangrijker is dat ze heel veel informatie krijgen van andere echtparen. Ze horen hun ervaringen, hun oplossingen die wel of niet goed werken. Maken zo gezamenlijk een proces door. Maar wat heel belangrijk is, dat is een soort vrijstaat voor de mannen met een relatie en A6, dat zijn de mannengroepen. Dus een psychotherapiegroep voor getrouwde mannen met A6. 8 mannen in een groep
één ochtend per week. En die, het is een open groep, half gestructureerd. En wat er aan de orde komt, wordt besproken. Herkenning, kijk of je het langer bij stil kunt staan. Kijk of je andere gedachten kunt opdoen. Kijk of je wat meer gesprekstof kunt krijgen over wat het verder oproept. Ik zal een voorbeeld geven waarom het bijna een soort vrijstaat is. Het is voor mij het toppunt van een tolerant klimaat. Enerzijds is er die psychotherapiegroep voor de mannen. Ongeveer 30 keer kunnen ze deelnemen. Maar dan komt er een vervolg, als ze dat willen. Het is voor onbepaalde tijd, het is één keer per maand, één avond. En er zitten nu ongeveer 14 mannen in. En in die groep op dit moment zitten twee mannen. Die hebben allebei een kind die ernstig ziek is. En bij de een levensbedreigend en bij de ander dreigt er ernstige invaliditeit. Twee kinderen van tussen de 8 en de 14 jaar. Daar hebben ze over gepraat. Dat is nog recent. Die mannen vertelden over hun dochters, zijn het allebei. En dan merk ik, en dat zal samenhangen met dat ik ook kinderen heb, het zal samenhangen met dat ik in elkaar zit zoals ik in elkaar zit, maar ik merk dat het voor mij wel een gevoelig onderwerp is. Kinderen van die leeftijd, ik ken ze ook allebei van een aantal gesprekken. De jongste, dat meisje van een jaar of 8, die heeft op haar 4e al een keer een ernstige hersenbloeding gehad en nu dreigt er chronisch een volgende hersenbloeding en er is niks aan te doen, lijkt het. Dat raakt mij. Dus ik was benieuwd hoe dat in die groep mannen zou zijn. Of er nog meer geraakt zouden zijn. En er zijn er één of twee die zeggen van, dat raakt me, daar word ik wat emotioneel van. Maar er is er ook één die zegt, nou, het zegt me helemaal niks. En een tweede sluit op je aan, die zegt van, nee, ik voel er niks bij. En daar praten we over door. En ze kunnen het uitleggen, hoe dat blijkbaar werkt bij ze. En anderen kunnen uitleggen waarom ze denken dat het zo raakt. Angst dat het ook met eigen kinderen kan gebeuren. En noem maar op. En vervolgens ging het gesprek erover hoe het nou was voor die twee vaders. Dat er ook nog vaders zijn die zeggen, het raakt me niet. Het doet me niks. Vinden ze dat niet vreselijk? Worden ze niet boos? Vinden ze het schoften? En niets van het al. Ze zeggen gewoon van, ja, dat werkt anders bij hun. Zonder enig oordeel, zonder. En dat is kenmerkend voor die mannengroepen, vind ik. Een ongelooflijk tolerant klimaat, waar het gaat om anders zijn, anders denken, anders voelen. Er zit niks defensiefs in. Het is zo puur mannelijk. En er is natuurlijk heel veel kritiek op te leveren, maar het heeft hele grote voordelen. En we gaan zo'n fragment bekijken van een vervolgmannengroep. En zo'n fragment waar we het hebben over opvoeden. En hoe geschikt je ervoor bent. En hoe leuk je het vindt. En laten we eens even kijken. Ik weet niet of iemand, ik meen dat het 2 jaar geleden was, op een studiedag van Autisme Centraal in Antwerpen toen nog. En dat presenteerde Peter Vermeulen, die had een klein onderzoekje gedaan bij ouders met ASS. Het waren voornamelijk vaders met ASS. En bij dat onderzoekje, na dat onderzoekje had hij een onderscheid gemaakt. Hij had een beetje 4 categorieën vaders gevormd op grond van de beantwoordingen van een aantal vragen die ze hadden gekregen. En de typeringen waren van, hij zei allereerst, je hebt de afwezige vader. De vader die gewoon niet in het gezin bezig is. Een beetje als Iep op het eind, die zegt van, ik was gelukkig veel aan het werk. En, want het lag me niet, ik hield er niet van. De afwezige vader. Hij zei, tweede type wat je kunt onderscheiden is kind met de kinderen. De vader die zich net zo min aan afspraken houdt. Die overal grapjes om maakt, het liefst met de trein van het zoontje speelt, die geen enkele aanstalten maakt om mee op te voeden.
En waarschijnlijk valt hij ook in de categorie waarvan de vrouwen dan vaak zeggen van ik heb er een kind extra bij. Het derde type wat Peter Vermeulen onderscheidde was sergeant-majoor noemde hij het geloof ik. De vaders die alles ten goede willen dwingen. Die op de regels zitten, kinderen daarop aanspreken, kwaad zijn op de inconsequente echtgenoten. En als laatste had hij de categorie, je hebt van die goedwillende, maar zo vaak miskleunende vaders. Die op bevel van de echtgenoten, of op vraag van de echtgenoten, wel mee opvoeden, maar het altijd weer net verkeerd doen. Een type zoals Gerard vroeger was. Uit eigen beweging niet opvoeden, wel op vraag van Monique. Maar het was nooit helemaal goed. Als ik daarnaast leg, dat is was ook een deel van het eigen onderzoek in de tijd, waar vragen gingen over hoe succesvol voel je jezelf als opvoeder. Het waren vragen hoeveel doe je, hoe actief ben je in opvoeding, maar ook hoe succesvol voel je als opvoeder. Hoeveel resultaat bereik je met dingen die je zegt of doet of wilt van je kind. En er werd ontzettend slecht op gescoord. Heel weinig gevoel van het lukt me ook regelmatig. En als je dat voegt bij de vraag hoeveel plezier en hoeveel lol heb je in verzorgen van een klein kind en hoeveel plezier heb je in bezig zijn met opvoeding, dan was dat ongelooflijk laag qua score. Opvoeden is een van de hot items bij heel veel echtparen waar ASS speelt. Krijgen van kinderen wordt ook heel regelmatig aangegeven als een van de bepalende momenten in de relatiegeschiedenis waar het mis is gegaan in de relatie. Het moment waarop het niet meer alleen maar om volwassenen gaat, maar er een enorme toename van taken ontstaat. En taken die gaandeweg dat kinderen ouder worden, ook steeds grilliger en onverwachter en wendbaarder worden. Toen ik ruim tien jaar geleden, ging werken met echtparen waar ASS speelt, toen was ik in het begin ontzettend aan het twijfelen. Niets klopte meer van de aannames die ik altijd had gehanteerd. Niets werkte meer. Er was altijd op zijn minst wel één niet meewerkende partner. En wat ik heel frustrerend vond, het leek wel alsof wat ik ook probeerde, alle aandacht altijd weer naar ASS ging. Van de partner, regelmatig ook van de persoon zelf met de diagnose en zeker ook van mijzelf. Een soort zuigkracht ging er vanuit. Alsof ASS alles verklarend was, in ieder geval voor de problemen die er waren. En alsof begrijpen van ASS alles zou moeten kunnen oplossen. En de grote kunst bij het werken met stellen met ASS vind ik zelf dat je daar natuurlijk aandacht aan moet besteden. Want het is een heel belangrijk en ook een belangrijk bepalend gegeven in het relatieleven. Maar het is niet alles. En het is zelden alles en alleen verklarend voor de aanwezige problemen. Dus de kunst is om en daar aandacht aan te geven, maar ook aan al die andere factoren die ernaast spelen. Want een persoon met ASS levert een deel in de relatie. Maar gek genoeg zie ik partners, ken ik verschillende partners die heel verschillend erop reageren. De een reageert rustig, de andere reageert geagiteerd. De een neemt botheid heel persoonlijk en voelt zich diep gekrenkt en beledigd. En de andere denkt, wat een botterik. En kan die dat niet anders zeggen? Dus de persoon van de partner is geen onbelangrijk bestanddeel in het geheel. De kunst is dus om niet te blijven steken, wat mij betreft, bij aandacht voor ASS. En ASS binnen de relatie, maar dat je de kijk van de therapeut, de kijk van de therapie
en de belangstelling van betrokkenen zelf verbreedt naar wat er veel meer gaande is. Daarom vind ik het ook heel begrijpelijk dat na de pauze Peter ook enig inzage zal geven in wat er verder bij ons zo gebeurt met echtparen en ook regelmatig met echtparen in groepen. Zijn er tot dusver vragen, opmerkingen of richting aangeven om ergens iets meer over te horen? Ik heb begrepen dat je een microfoon dan moet hebben, ja. Ik zal deze even geven dan. Ik werk bij het Autisme Team Noord-Nederland. En toevallig vanochtend constateerden wij in de teamvergadering dat we toch wel vaak ook gezinnen hebben. Die zul je ook kennen, waarbij het de vrouw al zo tot hier zit dat ze eigenlijk een andere man wil. In die zin dat ze haar man wil veranderen. Maar dat ze vaak wegens financiële omstandigheden niet uit elkaar kunnen. Dus wel vastzitten in dat huis. En er ook nog kinderen zijn waar je dan ook zorgen om hebt. En dat, nou ja, dat, dus die vraag is een beetje tweeledig. Hè? Van wat doe je met het echtpaar, maar ook wat doe je met je zorg om de kinderen? Ik weet niet of dat nu een te grote vraag is, maar... Nee, dat weet ik ook niet, maar het is een heldere vraag. Kijk... bij elkaar blijven om de financiën, dat begint weer wat meer voor te komen. Hè. Huis kan niet goed verkocht worden, dus waar haal je het geld vandaan om voor twee personen een nieuwe huisvesting te vinden, of in ieder geval voor één. Het komt steeds vaker voor. Gek genoeg, in de jaren dat het financieel wat beter kon, waren er misschien wel net zoveel stellen waar hetzelfde gespreksonderwerp aan de orde was. We willen uit elkaar, maar ze deden het niet. Dus dat is heel gek. Dus alsof er misschien wel een onderliggende dynamiek is, die niet te verklaren is vanuit de financiële situatie, dat er wel veel ongenoeg is, en vaak ook wel begrijpelijk, maar dat er ook nog iets anders gaande is. En dan kom je bijvoorbeeld weer op het hele stuk van waar die partnerkeus. Er wordt natuurlijk heel veel over gefilosofeerd, hele verschillende uitleggen zijn er. Dat is een heel mystiek stuk. Dus niet alleen de partnerkeus, maar ook waarom als je al 20, 30 jaar... Er is bijvoorbeeld ook, er zijn ook seniorengroepen. Echtparen met een leeftijd zo 75, 80 plus. Dus die hebben een huwelijksgeschiedenis van 40, 50 jaar. En het grappige is dat die... ik denk dan één groep. En alle vier de echtparen die hebben maximaal 2,5 jaar de diagnose binnen. Van een van beiden. Dus pas de laatste paar jaar kunnen ze een beetje gaan snappen waarom dingen zo gek liepen. Of waarom ze gingen zoals ze gingen. Maar je kunt je dus ook afvragen, waarom heeft zij hem toch gekozen ooit? Maar misschien is het nog wel veel verwonderlijker, waarom is ze al die jaren doorgegaan met hem? Terwijl wat ik herken, is dat je vaak de kaas aangeboden krijgt in een sfeer van, ik laat hem hier. En het tweede deel was met de kinderen. Wat met de kinderen? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Allereerst, dat ligt heel gevarieerd. Het ligt niet altijd vreselijk. Of het ligt niet altijd vreselijk dringend en dwingend. En soms wel. Hier heeft het, bij dit gezin heeft het een hele tijd heel dringend gelegen. Heel dwingend. Waar echt grenzen werden overschreden. Nou, dan zit je op het vlak van, moet er ingegrepen worden of niet? Maar ja, grappig genoeg, Monique wist dat zelf ook wel. Die moeder, dat het zo scherp lag, die was er ook hartstikke bang voor. En die speelde dus ook wel met de gedachte van, moet ik om die reden weggaan? Om het kind te kunnen behouden. Ik vind daar geen eenduidig iets op te zeggen.
ik vind het wel regelmatig veel zorg geven. Dat zeker. En wat kan ik anders dan daarover in gesprek zijn met het echtpaar over hun oude rol? Het bieden van veiligheid, het bieden van mogelijkheden aan een kind. En in het uiterste, dan kom je gewoon op het grensgebied. Van moet je wel of niet melding gaan doen? Loopt het kind direct gevaar of niet? Mag ik daar wat op zeggen? Je begon je verhaal met een moeder die tot hier zat. En dan begin je dus bij die moeder, denk ik. Want om de erkenning te geven van de last die zij waarschijnlijk de leven al gedragen heeft. En het gaat over eenzijdig geven. En zij is op. Dus het eerste gaat om iets in beweging te krijgen, is zorgen dat er weer wat energie bij komt bij zo'n vrouw. Hè, door te gaan snappen wat er aan de hand is. Maar ook de keuze te maken bij zichzelf. Wat ze altijd impliciet wil doen als het gaat om de kinderen. Maar die partner, hè, die is nu ontdekt van, ja, maar die gaat nooit terug kunnen geven wat ik ooit hem heb gegeven. Dat dilemma, dat weegt zwaar bij dit type vrouwen. Maar dat vraagt wel veel aandacht. In ieder geval erkenning voor haar eenzijdige positie, of voor haar eenzame positie in zo'n gezin. Mag ik daar nog even op reageren? dat ben ik helemaal met je eens. Wat ik wel vaak meemaak, is dat die vrouw alleen echt ook niet meer wil. Want die zegt, ja, ik heb al zoveel gedaan, nou moet mijn man maar eens wat gaan doen. Hè? Maar goed, je hebt helemaal gelijk hoor, je moet ergens een ingang vinden. En dat zal dan in instantie bij haar zijn. Maar, ja. Maar gelijkertijd moet ik ook over denken aan, niets hoeft te zijn wat het lijkt te zijn. En waarom die vrouwerkenning, dat kan ik wel weer voorstellen. Ik vind het regelmatig niet meevallen en het is geen luxe situatie wat dat betreft. Maar waarom zou die man geen erkenning moeten krijgen? Waarom eerst die vrouw? Wat maakt die man van binnen mee? Niks? Nee, mijn idee is van die vrouw die draagt dit gezin en die zegt als ik het niet meer doe, dan valt het uit elkaar. Dus dan begin ik bij die vrouw. En die man die kan wel wachten. Maar je hebt gelijk hoor, die man heeft ook de aandacht en de erkenning nodig van zijn situatie. Ik stel alleen maar een vraag waar ik meestal het antwoord ook zo niet op weet. Nee. Maar dat is mijn idee erover. Ja. De microfoon moet die kant op. Hebben jullie ook groepen of aandacht voor moeders met ASS? Ja, dat is dat eerste plaatje wat ik even passeerde. Moet ik even uit elkaar halen. Moeders met ASS of vrouwen met ASS had je het over. Dat is een relatief heel klein aanbod bij ons. Echtparen waar de vrouw ASS heeft. Dat is getalsmatig heel weinig. En hoe komt het dan? Want ik zie ze ambulant wel. Ja, ik weet het niet. Geen idee. Dat is altijd grappig. Mag ik straks je adres? Wij hebben alleen maar informatie over mensen die bij ons binnenkomen en niet over mensen die nooit onze deur binnenkomen. Waarom ze minder zijn dan mannen met een ASS, dat is inmiddels wel bekend. Maar de verhoudingsgewijs zijn er meer dan wij nu binnenkrijgen. En daar is opvoeding vaak ook een heel belangrijk item. Dat klopt. Ja. Maar hebben jullie daar een speciaal aanbod voor? We wilden de laatste tijd waren we heel druk om te kijken of we een groepje konden vormen van vier stellen waar de vrouw ASS heeft. En dat lukt niet zo makkelijk om een groep geformeerd te krijgen. Omdat het aanbod zo gering is. Ja, dat zouden we graag willen. Ja. Vooral ook. Wat zeg je? Ze kunnen wel aangemeld. Jazeker. Maar we willen het vooral zo graag omdat het ook heel denkbaar is dat naast de ervaring dat mannen met ASS zo verschrikkelijk veel hebben aan ook andere mannen met ASS horen vertellen, zien hoe die partners op elkaar reageren.
Ik denk dat het nog sterker geldt waarschijnlijk voor de vrouwen met de ASS. Mag ik nog even wat zeggen over, je zei net van, ze zijn altijd heel erg lang bij elkaar, hè? Ze houden het heel erg lang vol, ja, die echtpaar. En ik heb wel eens, wat mij ook wel eens opvalt, dat is niet wetenschappelijk of iets dergelijks, maar ik heb ook de indruk dat die vrouwen vaak wat jonger zijn dan die mannen. Dus dat ze elkaar al jong ontmoet hebben. Tenminste, dat, en als ik dan aan die vrouwen vroeg van, goh, wat verbond jullie nou in het begin met elkaar? Dan zei zij altijd van, hij wist vroeger altijd wat hij wilde. Ja. Ja. Hij luisterde altijd, hij was altijd rustig en ik was altijd in paniek. Ja. En toen kwamen de kinderen en toen werd het complexer. En toen ging ze meer van hem verwachten en dat kon hij dan niet bieden. Maar er is natuurlijk in het voortraject is er wel heel veel verbondenheid geweest. Vaak zijn het ook intelligente mensen die elkaar ergens kunnen vinden in de intellectualiteit. Kunst of dat soort dingen. Dus ja, je bent wel met je eens om te zoeken naar waar die verbinding is begonnen. Wat je zo noemt van, hij wist het zo goed. Die charme die hoor ik wel veel. Dat was hier ook. Gerard is natuurlijk ouder. Veel volwassener. Werkte al. Zij nog niet. Het aparte is dat als je de literatuur bekijkt. Er lijkt zo'n algemene aanname te zijn ontstaan. Dat de partners, daar is iets mis mee. Heel regelmatig lees je, die komen uit een gezin met een hele schrale, emotionele klimaat. Zijn meer dan gemiddeld getraumatiseerd. Het gek is, dat was het beeld wat ik ook altijd had. Ik voel het nog steeds als nog gekker. Uit het onderzoek wat we toen hebben gedaan, kwam het helemaal niet. Het bijzondere was dat er net zoveel schrale emotionele achtergronden te vinden waren bij vrouwen van mannen met ASS als vrouwen van andere stellen met andersoortige problemen. Ze onderscheiden zich wel van de gezonde echtparen, maar dat gold over de hele linie. Dus het bleek ontzettend moeilijk te zijn om daadwerkelijk grote lijnen te vinden in wat die partners, die vrouwen nou kenmerkt. Ik hou nog steeds mijn oude beeld vast. Dat zit verankerd in mijn gevoel, alsof de onderzoekscijfers niet klopten. Maar ja, het is een redelijk besproken gebied, de partnerkeuze en welke gronden, maar hoe die er exact uitziet. Ik weet het niet. Het is volgens mij redelijk mixed. Ik herken direct de stellen die ik ken waar het leeftijdsverschil zo ligt zoals je het schetste. Maar ik krijg ook gelijk de uitzonderingen in gedachten. Dus ik weet het niet. Wat ik tegenkom in mijn praktijk, dat zijn stellen van rond de 50, die 25, 30 jaar getrouwd zijn, waarvan de man dan autisme heeft. Zo'n vrouw raakt op een punt van, ik kom in de overgang, ik kijk terug, wat is er geweest in mijn leven. De kinderen zijn opgegroeid, die gaan studeren, die worden ook mondiger, die gaan ook hun eigen leven leiden. En dan blijf je achter met z'n tweetjes. En als je dan de dingen op een rijtje zet, dan ben je als vrouw soms toch doorgegroeid. En je man die heeft toch een bepaalde rol, als die leunt op je. En ik merk dat gaat wringen ook bij partners, bij vrouwelijke partners. Van nu zijn we weer samen bij een punt gekomen en hoe gaan we nu verder? En ben ik eigenlijk wel tevreden over hoe die 25 jaar gelopen zijn? En
Nou ja, dat, ik denk dat wil ik nog even toevoegen, want dat is wat ik merk in de discussie die ik heb. Maar nu denk je vooral aan de groep stellen waar één van beide ASS heeft of in zijn algemeenheid? Nee, waar één van beide ASS heeft. Ja. Nee, wat je aanwijst, dat geldt volgens mij over de hele linie toch? Wat zegt u? Dat geldt over de hele linie toch? Ja, dat is ook zo. Zo'n bezinningsmoment van, is dit het nou? Zeker, maar ja goed, ik werk met mensen met ASS en ik heb ook gesprekken met echtparen. En ik wilde dat toch even noemen, want ik maak de spagaat mee in gezinnen waarin dat dan toch een rol gaat spelen. En dat een vrouw zich ook afvraagt, heb ik het wel goed gedaan? Goh, mijn man is in mijn armen terechtgekomen vanuit de armen van zijn moeder. En had ik het anders aan moeten pakken? Hè? Dus ja, dat is... En ik had nog een vraag over... hebben jullie ook een aanbod voor echtparen of partners die beide autisme hebben? Geen specifiek aanbod. De keren dat het voorkwam, we doen, hebben dan gewoon gesprekken met die stellen. En het is nog niet gebeurd volgens mij dat zo'n stel in een groep is gekomen waar één van beide. Het zou op zich kunnen, ja, het is anders. Ja, we hebben geen aparte groep voor. Ook nee, daar geldt weer, daar is niet zoveel vraag naar. Bij ons althans niet. Nee, oké. Nee. Bedankt. Ik ga even op de eerste vraag door. Op zich geldt het natuurlijk volgens mij voor alle vraagstukken die je bij relaties en ASS tegenkomt, dat die gelden voor alle relaties. Het zijn de gewone relatievraagstukken. Alleen zoals heel veel dingen bij ASS, het is vaak zoveel sterker. Het is zoveel harder, moeilijker in beweging te krijgen. Maar in een relatie kom je in allerlei stadia, allerlei vraagstukken tegen. Eén van beiden gaat zich ooit wel een keer bezinnen. Nou, gemiddeld in relaties... schijnt dat de vrouw te zijn die met meer regelmaat stilstaat bij hoe vind ik dat het nou gaat? Ben ik er nog blij mee? Of wil ik dingen anders? Veel meer schijnt dat gebeurt bij vrouwen dan bij mannen. Nou, alles wat bij mannen gebeurt, dat gebeurt bij mannen met ASS nog eens zoveel keer sterker. Dus daar waar bij de gemiddelde echtparen het al zo is dat het meestal de vrouwen zijn die zorgen dat er therapie gekozen wordt, dat er naar therapie gegaan wordt, dat er dat gebeurt nog eens heel veel versterkt bij de stellen waar ASS speelt. Maar al die bezinningsmomenten, die zie je in alle relaties. En dus ook, en veel hardnekkiger en veel harder, en misschien wel veel begrijpelijker ook, bij relaties waar ASS een rol speelt. Omdat alles veel sterker en harder en minder flexibel ligt. Achterin is een... Ja. Oh, ook al een microfoon. Ja, ik heb nog een vraag van... zijn al die mensen officieel gediagnosticeerd met Asperger of PDD-NOS? Want ik ken ook wel vele echtparen waarvan de vrouw vermoedt... mijn man die heeft Asperger, maar die wil zich absoluut niet laten testen of onderzoeken. Ja. En ik vraag me af of je dat probleem vaak tegenkomt en hoe je daarmee omgaat. Het gegeven komen regelmatig tegen, dat hoeft niet per se een probleem te zijn. Een formeel probleem tegenwoordig is dat er moet wel een van beide voor ons een diagnose, een psychiatrische diagnose zijn. Anders wordt het niet vergoed. Maar dat was dus tot 1 januari helemaal geen probleem voor ons. Het was wel een heel bijzonder fenomeen toen ik in die autismewereld stapte. Toen ik in het begin dacht ik, het lijkt wel een soort sectarisch gebeuren met enorme massale bijeenkomsten, grote congressen met heel veel mensen. En daar liepen inderdaad heel veel mensen rond waar helemaal geen, bij de partner of bij zichzelf, helemaal geen formele diagnose was. Nou gaat het, zeg ik altijd, het gaat bij ons helemaal niet om een formele diagnose. Maar waar het wel om gaat is,
wat doe je en wat doe je niet? En wat kun je bieden en wat kun je niet bieden? En waar wacht de partner op? Of wat wil die per se niet? Dus het gaat helemaal niet om een formele diagnose. Er zijn regelmatig stellen die uiteindelijk toch een onderzoek laten doen en heel blij zijn als het ook nog formeel bevestigd wordt, een vermoeden. Maar ik ken ook genoeg stellen waar absoluut en soms om heel begrijpelijke redenen geen onderzoek gewenst is. Maar ja, geen onderzoek, geen diagnose wil nog niet zeggen dat je het niet hebt. Bij ons is het overgrote deel heeft een formele diagnose, maar er zit ook een duidelijke groep zonder formele diagnose binnen het autisme spectrum, of bij aanvang geen formele diagnose. Als er serieuze, en dan zijn het ook echt serieuze aanwijzingen zijn, dat iemand op zijn minst duidelijke trekken in die richting heeft. En zo werkt het eenmaal in een partnerrelatie. Dat werkt als een soort vergrootglas op menselijke kenmerken. Dus daar waar je in het werk misschien alleen maar voordeel ervan hebt, of er weinig last van hebt, binnen de hele verwachtingen gebeuren, binnen de partnerrelatie, kan het veel eerder tot problemen leiden. En als dat problemen zijn en leidt tot een interactie die gelijk is aan stellen waar een formele diagnose is, dan past het op zich al bij elkaar. En zo is er ook een groep groeiende, dat is ADHD-ADD. Wat natuurlijk een heel stuk overlap kent met de ASS. En wat voor een deel in relatievraagstukken wel matcht. En ook in de wijze waarop mensen zelf oplossingen hebben gekozen. En dan oplossingen die klaarblijkelijk niet werkten. Werkte maar tot nog grotere problemen leiden en verwijderingen en onvrede. Dus formele diagnose is niet strikt noodzakelijk wat ons betreft. Er moet er wel één zijn, maar dat kan ook depressie zijn of dat noem maar op. We moeten wel eens zijn met elkaar dat er duidelijke aanwijzingen zijn. En niet dat alleen een partner heel ontevreden is en zegt, nou ja, je lijkt wel een autist en... Dat is het. Is er nog een vraag? De andere kant op. Nee, ik vind het wel goed dat je tot normale vraagstukken beschouwd, want ik denk me wel eens van als je bijvoorbeeld heel Nederland zou testen, dan gaat het percentage aardig omhoog, denk ik. Als iedereen zou laten testen op de criteria van autisme. Ja, wie weet, ik denk altijd van er wordt overgediagnosticeerd en er wordt ook ondergediagnosticeerd. En als je hulp zoekt, dan is het in beide gevallen zuur. Ja. Een regulier therapieaanbod, terwijl niet oog is voor dat er ook iets echt als autisme bestaat, dat geeft vaak verkeerde uitkomsten en teleurstelling. En overdiagnostiek, daar waar het ervan uitgegaan wordt dat het er is, terwijl het er niet is, maar baseert op hele andere fenomenen, dat geeft natuurlijk net zulke beroerde uitkomsten. Precies, dank u. Oké. Het moeilijke is toch dat je het net wel kunt hebben of net niet. En, ja, zoals Peter Vermeulen ooit met het concept contextblindheid, wat hij gelijkschakelt aan autisme zegt. Maar kun je ook nog slechtziend zijn? Context slechtziend. Ja. En ja waarschijnlijk dat wel. Dat maakt het diagnosticeren ook nog steeds tot een hele moeilijke kwestie. Ik merk dat bij kinderen, ik werk zelf in Groningen bij de Polykliniek, toch... een heleboel kinderen die we 10 jaar geleden nog als PDD-NOS diagnosticeerden, nu inderdaad toch als externaliserende problematiek hebben, meer als ADHD toch maar gaan klassificeren. Want dan lopen we meer in de pas met de buitenwereld, zeg maar. Ja. Krijg je nou bij volwassenen ook een neiging om toch meer, dat er meer druk wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld op mannen, om zich te laten onderzoeken, om zich te laten diagnosticeren en... Kan zo'n diagnose ook een negatief effect hebben? Je zei eerder ook,
al terecht van, dan ga je ook veel door die bril kijken. En het is, ja, het is natuurlijk maar één kenmerk wat je dan heel erg uit kunt lichten. Ja, nou, dat moet je altijd realiseren. Dat vind ik, dat A6 is dan één, niet onbelangrijke, maar één factor in het hele spel. Dat is één. En ik denk dat voor alles geldt in het leven. Je kunt alles ten goede gebruiken en ten slechte gebruiken. En zo is het ook met diagnoses. Je kunt het tot een wapen maken, je kunt ermee disqualificeren, je kunt er posities mee reguleren. Je kunt er ook gebruiken als een wegwijzer en attent zijn op bepaalde dingen en handige dingetjes opdoen. En wat ik geloof, zoals ook bij Gerard was, ook nog eens zoeken naar mogelijkheden om de speelruimte die er ook regelmatig wel is, om die te zoeken en te kijken hoe je die kunt benutten. Maar het kan ten goede en ten slechte gebruikt worden, een diagnose. En beide komen veelvuldig voor. Ja. Louis, dankjewel voor jouw stuk en vast jouw inleiding voor... hiervoor aan vragen ze wat stilte voor achter, dank. De overgang die je maakte van het kijken naar ASS en kijken naar relaties en A6. Ik ga dus wat in op, meer in op datgene wat er dan op relatiegebied gebeurt, of wat kan gebeuren, of wat wij er dan mee proberen te doen. In ieder geval, er zijn altijd individuen. Er is bij ons in het geval altijd sprake van een relatie, of een beëindigde relatie, maar dat is dan ook nog een relatie. Dan blijft de ouderschapsrelatie over. Veelal is er een gezin. Er zijn altijd families. En er is ook altijd een omgeving. En daarin gaat het om betrekkingen en posities. Wij spreken vaak van bronnen. En in dit geval met ASS ook van beperkingen. En van knellen. En de grote vraag die wij ons eigenlijk stellen de afgelopen jaren is van... hoe zit het nou met de mogelijkheden om wat men dan bij ASS nogal eens over klaagt in relaties met de wederkerigheid? Is daar nou nog iets in mogelijk? Eerst maar eens even kijken naar die, het ging er voor de pauze ook al even over naar aanleiding van een vraag. Positie en diagnose. Mijn ervaring is dat de helderheid over een diagnose heel helpend kan zijn. In de zin van snappen wat er gebeurt. Echter, ondanks dat dat ook soms heel helpend kan zijn in begrijpen wat er gebeurt, levert dat vaak ook beelden op van je minder voelen. Ik heb ASS, dus ik mag niet iets zeggen, want ik heb ASS. Ik begrijp wel wat er aan de hand is, maar ik voelde me eerst volwaardig lid van het gezin en nu een stuk minder. Daarin gebeuren ook wel ongelukken. In die zin vind ik althans dat mensen ook in hulpverleningstrajecten daar wel eens dingen over horen. Jij moet naar je partner luisteren, want jij voelt het niet goed. Dat heeft nogal eens impact op mensen. Deze meneer was nog ernstig, die bleek helemaal geen Asperger te hebben uiteindelijk, maar zat meer in de obsessief-compulsieve persoonlijkheidshoek met vermijdende trekken, om nog een paar van die DSM-dingen er doorheen te gooien. Maar die was dus wel, op basis daarvan, had hij zich echt helemaal teruggetrokken, want ik mag niks meer zeggen of wat ik zeg is fout. Dus ondanks dat die diagnose ASS dus heel veel helderheid kan scheppen en ook nog alles in het partnerdebat over wil je het nou niet of kan je het nou niet, nog alles helpt. Oh ja, maar nu begrijp ik, het kan niet. Het is niet de kwestie dat hij dat niet wil, maar dus dat vermildt en versoepelt. Dus daarin is het ook zeer helpend. Toch zeggen veel mensen, ja, daar heb ik het net over gehad, dat door het buitenspel zetten van jezelf, door het etiket, maar het kan dus ook door anderen gebeuren. En in relaties in gezin, van bij wat Louis bijvoorbeeld schetste over opvoedingsmoeilijkheden. Ja, je hebt ASS, jij moet me niet met opwelling bemoeien. Ik doe dat wel met mama. Wat ik veel zie in echtpaarrelaties waarbij ASS een rol speelt en die dan bij ons komen, is dat het partnerniveau eigenlijk zo zoek geraakt is. Er is sprake van een chronisch probleem waar men heeft lopen worstelen. En meneer daar zei het ook al, waar soms een van de partners ook zo buitengewoon van uitgeput is.
Ik vind altijd wanneer het je lukt om het partnerniveau weer te herstellen, en ik zal straks bij een van de echtparen waar we het over gaan hebben proberen helder te maken. Wanneer je het partnerniveau weer weet te herstellen, dan heb je een extra kracht juist om datgene wat ingezet moet worden in het omgang met ASS veel sterker en breder gedragen. Want althans in mijn ervaring is het zo, soms heb je geweldige plannen over hoe moet je nou met dat aspect omgaan. Bijvoorbeeld een whiteboard waar je een dagschema op zet. Waarom werkt dat 2 maanden? Dan houdt het dan op. Hoe kan het verschil maken als daar een partnerrelatie ondersteunend is die daar een soort dynamiekje in houdt dat het onderhoudt? Daarnaast, wat bij ons toch ook nogal eens aan de orde is, of wat gewoon wel speelt in mijn gedachten, is dat er bij de partner ook nogal eens iets diagnostisch op te merken valt. En ik hou niet zo van diagnoses, maar ik spreek altijd van kwetsbaarheden. Doorgaans zijn onze echtparen niet van overheidswegen bij elkaar geplaatst. Er is ooit iets geweest dat mensen elkaar leuk hebben gevonden. En daar hoor je hele verschillende dingen over. Ik vraag eigenlijk altijd als mensen bij mij komen in eerste instantie, wat maakte nou dat je bij elkaar kwam? Waar viel je op? En een van de dingen die mij heel goed bijgebleven is van een mevrouw, hij luisterde altijd. Er was nog nooit een man in mijn leven geweest die zoveel aandacht voor mij had. Oeverloos. En dat had ik zo nodig. En toen vroeg ik haar, het was een beetje gemeen misschien, wat is dan nu het probleem? Want dat luisteren deed hij altijd nog. En ze zei, ja, maar ik wil dat hij iets terugzegt. En dat had hij niet zo in huis. Hij had wel alle aandacht voor haar. Maar haar iets daarover teruggeven, dat had hij niet. Oké. Wat ik dus wel vaak doe, is dat niet bij iedereen. Want hier staat dat, die had je over therapeutische schuifmaat. Soms volstaat het om die ASS in die relatie in kaart te brengen. Louis met name het ATN heeft daar een lijst voor ontwikkeld. Waarin heel helder wordt op welke gebieden dat allemaal speelt. Soms is dat voor echtparen, soms aangevuld met zo'n RELAS-groep, relatie- en autisme-groep, voldoende. Soms denk je, ja, maar deze mensen reageert toch op een hele bijzondere manier op elkaar. Dat heeft niet alleen met een probleem met ASS te maken. In dat geval maken we ook nog wel eens een relatielijn of zelfs een genogram. En dat was van de week was er een meneer en een mevrouw die kwamen. Die meneer was gediagnoseerd met ASS. Daar was hij het helemaal niet mee eens. En ik denk dat je ook wel daar wat over mag zeggen of dat wel klopt of niet. Maar goed, dat moeten we later nog maar eens uitzoeken. En toen kreeg ik die relatielijn met die mensen maken. Toen zei die mevrouw, die eerste 10 jaar was helemaal geen probleem. Die man was geweldig. Ik zeg, maar wat is er dan veranderd? Ja, daar hebben we het nooit over gehad. Ik zeg, hoe kan dat dan? Ja, zelfs daar ben ik niet gewend. Ik zeg, ja, maar je gaat wel naar een partnergroep voor ASS-mensen om over hem te praten. Waarom niet met hem? Dus ze komen volgende week weer, dus we gaan kijken hoe het verder gegaan is. En ik zou mij niet verbazen als die meneer, als we hem aanmelden voor een herdiagnose, dat hij het misschien niet krijgt. Al heeft hij wel wat vreemde kantjes, maar heb ik inmiddels wel gemerkt. Maar er zit ook een hele speciale dynamiek in die mensen. Misschien speelt dat bij hun ook wel, maar daar moeten we nog op uitkomen. Dat het moment dat zij de kinderen kregen, de kinderen groter werden. Want je hoort dat zei Louis ook wel eens. En mijn ervaring is met name als de kinderen naar de puberteitleeftijd gaan, dat dan het wel eens heel lastig gaat worden. En misschien is dat bij hun ook geweest, maar dat weet ik nog niet. We lopen even een paar dingen langs die zo in die keerkring, niet zozeer bij die keerkring, dat stuk van de ASS, maar zeker in het hele keerkringprogramma nogal aan de orde komen. En het gaat over betrekkingen en ik wandel ze heel snel even doorheen. Dat doe ik iedereen mee tekort, maar goed. Spiegelen, hechting, kwetsbaarheid, mentaliseren en communicatie. Dit is trouwens heel leuk. Dit is een stukje uit een proefschrift van een mevrouw over autisme. Ik zou je daar niet mee lastigvallen, maar ik denk, ach, dat geeft wel een redelijk beeld over wat er zo'n beetje inmiddels over onderzocht en bekend is. En als we daar nou eens een uitsnedertje uithalen over spiegelen, dan worden daar een aantal dingen over gezegd.
Zo kan het zijn dat de neurale netwerken wel aanwezig zijn bij personen met ASS, maar verstoord worden door het excessieve neuronenaantal, voornamelijk in de frontale, temporale en partiële, dat kan ik nooit zo goed uitspreken, thuis drie keer geoefend, parietale lobben. Je kan het oefenen, blijft niet goed gaan, het lijkt wel ASS. Verschillende hersenstructuren worden in verband gebracht met autisme-spectrumstoornissen. Oké. En dat gaat zo nog even door. Maar zij eindigt met, wij kunnen besluiten dat ASS een sterk genetisch bepaalde stoornis in de hersenontwikkeling is. Beïnvloed door een complexe interactie tussen polygenetische factoren en verschillende omgevingselementen. Deze factoren hebben op hun beurt invloed op neurobiologische processen. Nou, daar ben ik klaar mee. In ieder geval, deze meneer die was op het congres van de EFT in Tilburg. Ik weet niet of iemand daar geweest is. Vittorio Calese. En dat is een van de ontdekkers van de spiegelneuronen. En die zei er iets heel leuks over. Hij had natuurlijk een prachtig programma over hoe dat allemaal ontwikkelt en noem maar op. In ieder geval, hij zei in ieder geval bij dat spiegelen gaat het niet om de inhoud van de beleving van de ander, maar om de spiegeling met beelden van de eigen eerdere beelden bij de emotie. Dus wat je terugkrijgt is vals. Het is niet van jou. Het is de beleving van de ander. En als je dan kijkt naar de wederkerigheid tussen mensen en het verlangen van de ander, dat de ander jou begrijpt, moet je dus helaas constateren dat die ander jou misschien wel met beelden vergelijkt, maar misschien wel niet helemaal jou kan zijn. Dat is voor mensen in een partnerrelatie wel eens een probleem, dat dat niet zo is. En wanneer je er dan van uitgaat dat, sleep Martine Delfos er misschien maar even bij, die zegt ja, maar dat is bij die mensen niet helemaal ontwikkeld. Die zit nog in een andere leeftijdsfase. Dus dat moet groeien. En zij hoopt en denkt dat dat wellicht wat langer door kan groeien dan waar Peter Vermeulen bijvoorbeeld dan weer in het artikel van zegt. Nou, dat kan helemaal niet wat die vrouw zegt. Maar goed, laten we hoop houden. Dus er kan misschien iets groeien. In ieder geval vond ik het wel mooi. Misschien hoort dat hier niet bij, maar dat dacht ik van wel. Het was een mevrouw die kreeg door dat haar man haar niet begreep. Over haar verdriet. En die zei tegen haar man, terwijl de tranen over haar wangen liepen, wat ik nu heb is hetzelfde wat jij had toen jouw oma doodging. En op de gegeven moment was dat een klik voor die man, die snapte wat er aan de hand was bij haar. En die ging precies hetzelfde doen wat hij ook bij zijn dochter deed als die verdriet had. Die ging haar troosten over haar strijken. En voor deze mensen was dat oké. Andere mensen zouden daar misschien een heel ander verhaal, een drama over hebben. Ja, ik moet het jou zeggen voor je mij begrijpt. Deze vrouw snapte dat haar man het nodig had om op dat spoor gezet te worden. Eenmaal op dat spoor kon hij dat en deed hij dat. Dat vraagt wel wat van mensen om het daar met elkaar over eens te worden. En dan word je het op partnerniveau erover eens dat je dat zo met elkaar doet. En dat er dan wel mogelijkheden zijn. Want het blijft strijken over het haar bedoeld als troost. Je hebt er alleen even om gevraagd. En dat is nou juist wat wij vaak als wij getroost willen worden zo moeilijk vinden. Hechting. Ik tende er wel even door allerlei dingen heen, maar deze dingen zijn ook in het andere Kerkenprogramma's nogal aan de orde. En Henk Walder, dat is een man die ook in Nederland erg veel met relaties en autisme bezig is geweest, en nog steeds is, die zegt, de erkenning van de diagnose ASS door beide partners bepaalt binnen de relatie de focus van de behandeling. En hij zegt dat sterk afhankelijk van de veilige versus onveilige hechtingservaring van ieder van de partners. Bij onveilige hechting meer strijd. Dan gaan we even door. Van als je kijkt naar autisme in de DSM, dan werd het gezien als een onvermogen zich te hechten. En als we dan nog een beetje verder kijken, dan is een groep mensen van de Veer, van IJzendoorn, Vliet Visser en dergelijke, die zeiden wel van, het blijkt dat kinderen met autisme minder vaak een zekere hechting vertonen dan kinderen zonder autisme. Dit bleek vooral het geval te zijn bij kinderen met ernstige vorm van autisme. Dus de onderzoeksvraag die er eigenlijk uit het hele verhaal rolt is, wat is het in het gedrag wat je ziet een aspect van hechtingstijl en wat is het aspect van autisme? Het lastige met name hierin is, en daar komen we straks nog bij een voorbeeld op. Stel dat er is een meneer die heeft erg goed geleerd de emoties die hij had te vermijden. Omdat het nou eenmaal veiliger was in het huis waar hij woonde. En
als die meneer dan niet het aangeeft wat hij voelt of ziet of merkt, is dat dan, als die meneer toevallig ook nog Asperger heeft, een onderdeel van het Asperger zijn? Of is dat nou iets wat gevormd is in zijn leven, dat het gewoon niet veilig was om te zijn wie je was en je te laten zien wie je was? Op zich dat soort vragen stellen aan echtparen, zeker als je zo'n genogram maakt, verbreedt als het ware bijna de context, zodat je een beetje kan ontsnappen uit de strijd die er vaak is over de dingen. Hier had ik trouwens een leuk filmpje over, maar ik kreeg het niet goed in de computer. Kenmerken van partners van mensen met ASS. Ik had van Louis van dit weekend opgebeld. We bellen elkaar nooit in het weekend, behalve omdat we hier moesten zijn, hebben we dat ooit één keer gedaan. Ik was blij dat ik zijn nummer had overigens. En zei ik, Louis, moet je horen, van ik heb dit verzameld. Is het dat wel? Nou zegt hij, in ieder geval, ik heb niet zoveel zin om naar je te luisteren, maar het is zeer divers. Ik zei, ja, dat vind ik ook. Hij heeft meestal wel zin om naar mij te luisteren, hoor. Wat zeg je? Het weekend alleen, het weekend niet. In ieder geval, een aantal dingen die zo door mijn hoofd schoten is, partners met ASS, en dat geldt voor de mannen en voor de vrouwen. Gericht op het welzijn van de ander. Vermijden van focus op eigen beleven. Van de mensen waarmee ik het moeite heb gehad om een genogram te maken en het daarover te hebben en welke consequenties dat de plek die je daar in je systeem hebt gehad, voor je eigen ontwikkeling en jezelf. De moeilijkste gesprekken die ik daarover heb gehad waren met twee dames die met een meneer waren die ASS had. En een van die mevrouwen zei ook achteraf dat of ik dat nooit meer wilde doen. Want ze was zo met haar emotie in contact gekomen, dat wilde ze nooit meer op die manier. Die raakte compleet van in de war. Ik heb dat dan ook braaf niet meer gedaan en ik heb ook voorgesteld naar een groep te gaan van een van mijn collega's. En daar rapporteerde ze hetzelfde. Zo gauw het over haar emoties ging, werd het haar te moeilijk, werd het te zwaar. Wat ik ook nog wel eens zie, is dat ook de eigen beleving nogal eens heel centraal kan worden gesteld, maar dan uit het contact. Rumineren, zeggen ze wel eens. Ik had een oude echtpaar een keer, en die mevrouw die was heel intelligent, die snapte alles van autisme, die zou er bijna een boek over kunnen schrijven. En alleen naar haar partner kon ze zich niet als zodanig gedragen. Ze bleef eigenlijk verwachten dat hij veranderde, terwijl ze wist dat niet kon. En die meneer was eigenlijk wel een hele slimme meneer, of slim in de zin van ook wel een vermijdende meneer. Die zat af en toe met zijn ooghoeken aan te kijken, nou red je er maar even mee. Nu hoef ik niet. En daar kon ik dan vervolgens geen contact meer met hem over krijgen. Dat was een mooie zaak. Maar goed, dat is ook niet prettig afgelopen, die behandeling. Maar ik was niet de eerste, dat stelde mij dan weer wat gerust. Het woord viel al uitputting. Mensen gaan oeverloos door tot ze volkomen uitgeput zijn. En ook in burn-out raken van het zorgen voor de ander en voor het gezin. Waarvan je moet afvragen, ja, waren deze mensen dat nou ook geworden als ze niet een partner met autisme hadden gehad? Want ja, de aanleg om uitgeput te raken en je maar oeverloos te blijven geven, die komt daar misschien niet vandaan. Hoge hechtingsactiviteit vergt lage hechtingsactiviteit. Lage hechtingsactiviteit, in de zin, dat staat hier niet helemaal goed hoor, in het vermijden van contact zoeken, je partner niet opzoeken juist, terwijl je verdriet hebt. Maar ook de hoge activiteit, dat heel erg willen en proberen, zoals die mevrouw eigenlijk wel een beetje had. En kwetsbaarheden. Vaak hele gevoelige mensen, ook mensen met trauma's, waarvan het misschien wel heel veilig is dat een partner met autisme, met wat lage seksuele verlangens, past daar soms wel eens heel erg goed bij. Seksualiteit is op zich trouwens een heel hoofdstuk. We gaan gewoon maar even dwars door alle invalshoeken die we hebben. Kwetsbaarheden in relaties. Wij gebruiken de laatste jaren steeds meer het kwetsbaarheidsmodel van Michel Scheinman. En kwetsbaarheden, dat zijn eigenlijk de onderliggende kant van overlevingsstrategieën. In dit verhaaltje, zoals dat hier op het bord staat, of op het scherm staat,
als één partner de ervaring heeft van verlaten, verraden voelen in het leven, en die daar een hechtingstijl of een copingstijl op heeft bedacht, of niet bedacht natuurlijk, maar het gaat automatisch, van achterdocht, controleren, en boos iemand op de huid zit om te kijken of het allemaal wel echt is. En als die nou een mevrouw tegenkomt, die in haar leven dus de ervaring heeft van hulpeloos te zijn, overweldigd te voelen, en zich dan terugtrekt, maar ook onafhankelijk gedrag gaat vertonen, dan raakt die meneer wel eens precies in dat, met dat onafhankelijk in het verlaten voelen. Nou, en dan snap je hoe dat molentje werkt. Dit bij Keerkring-echtparen is eigenlijk, als we het niet over de echtparen met ASS hebben, eigenlijk altijd aan de hand. Dat zijn mensen die zijn uit liefde bij elkaar gekomen, maar die maken elkaar of met hun depressie dood, of ze staan elkaar in het gevecht naar het leven. En merken dat ze nauwelijks of niet uit die kwetsbaarheidscyclus kunnen komen. Want die gaat automatisch aan, daar denken ze niet over na. Dat is het jammere daarvan. Dan hebben we nog meneer Fonneke. En het leuke was dat die meneer Fonneke, dat is iemand die gaat heel erg over het mentaliseren. En die was in Haarlem en iemand uit het publiek vroeg hem, meneer Fonneke, is er wat te doen op het vlak van mentaliseren met autisme? En die zei toen, maybe oxytocin could help a little, but don't expect too much. Met andere woorden, vergeet het maar. Daar is nog wel wat over te zeggen. En dat zei die andere meneer die van die spiegelneurode, die zei dat. Die zei ja, ook op dat mentaliseren, als je, dat kunnen ze wel in beeld brengen met zo'n hersenscan of zo'n MRI-scan. En dan zie je dat een heel ingewikkeld patroon van allerlei opflikkerende lichtjes is. En dat dat bij autisme veel lastiger ligt. Die verbindingen zijn veel lastiger. Alleen die meneer uit Italië, die zei erover, ja, zegt hij van, dat kan wel zijn dat we al die lichtjes zien, maar we weten helemaal nog niets over hoe die samenwerken. En ik was een keer, toevallig stond ik een borreltje te drinken naar een receptie van iemand die gepromoveerd was in de neurobiologie. Er stonden twee professoren over al die MRI's te praten. Die zeiden, ja, we zien lichtjes, maar wat zien we nou eigenlijk? Het is gevoelig apparatuur, maar... Het stelde wel een beetje gerust. Dus het zal toch wel voorlopig betekenen dat het van onze eigen ervaringen en zoektochten moeten houden. Hebben. Wat die meneer Fonneke wel zegt, en wat ik wel erg met hem eens ben. Hij zegt, bij het toenemen van de activatie van dat hechtingzoeken, van die hechtingstijlen, neemt het vermogen tot mentaliseren af. Nou, dat zie ik dagelijks bij mij in de spreekkamer en in de groepen. Als de arousal begint, kan je het wel schudden met het rustig overwegen. En wat je dan bij ons natuurlijk in de polykliniek van de ASS een relatie ziet, is misschien ook nog wel bij die partner, maar in ieder geval de mate van ASS bij de ene partner, maar ook de mate van het activeren van het hechtingsgedrag van de ander, heeft erg veel invloed op stress. En ik weet niet hoe jullie ervaring is, maar mijn ervaring is dat stress in relaties werkt al heel erg slecht. Maar ik heb het idee dat het bij relaties waarbij ASS nog ook een rol speelt, nog slechter werkt. Dus het belang om daar de stress te reduceren is in mijn optiek heel erg groot. Sowieso altijd voor echtparen. Want zoals meneer Gottman, geloof ik, uit Amerika zegt, als je mensen zo'n hartslagmetertje omdoet, boven de 100 niet meer praten. Dus als je thuis boem, 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 vergeet het maar. Jij hoort in ieder geval niet meer wat de ander zegt. En dat is ook een beetje wat dit, het is een heel simpel beeldje, maar dit heb ik maar eens gemaakt. Dit gebruik ik niet alleen voor echtparen met de ASS, dit leg ik wel eens op tafel. Als je geraakt wordt in die kwetsbaarheden, zoals we dat er net over hadden, van die, wat je overlevingsstrategieën aanzet, dat gebeurt ergens diep in je hersenen, in de oude hersenen, amygdala, hypothalamus, dat hele spulletje. En dat zorgt ervoor dat allerlei andere gebieden in je hersenen worden geactiveerd. Die wijzen op pas op, gevaar. Er was 2 jaar geleden of 3 jaar geleden op een congres een Amerikaan, Jim Cohen. Die had een leuk onderzoek gedaan bij vrouwen.
En laatst was die er weer. Toen vroeg ik, waarom heb je het nog niet met mannen gedaan? Maar was het te duur? Ik denk, nou, ze durven gewoon niet. Bij vrouwen hadden ze dat gedaan. Ze hadden vrouwen in een MRI-scan gelegd en die gingen ze een pijnprikkel toedienen. Ja, leuk. Hij moest ook erg om lachen. Misschien dat het een beetje een rare man was. Maar in ieder geval, ze ontdekten dat als daar een partner bij was waar een veilige relatie mee bestond, dat die mevrouw heel rustig bleef. En als het niet zo was, of een kennis, maakte wel wat uit, die kennis, maar niet zoals die man. En ze ontdekten dus, als er iemand in de buurt is waar je je veilig bij voelt, dat dat blijkbaar in je bovenkamer hele andere reacties geeft. Zij gingen op zoek, nee, hebben ze niet gevonden, ze gingen dus op zoek naar het centrum in de hersenen wat verantwoordelijk was voor veilig voelen. En je happy voelen in een relatie. Was er niet. Niet kunnen vinden. Dus ze zeiden, nou eigenlijk zijn we dus, blijkbaar zijn we dus gemaakt om ons veilig en prettig te voelen bij anderen. En dat automaatje wat dan boven in ons hoofd zit, wat we dan hersenen noemen, hij zegt, er gaat 0,5 liter bloed in, niet meer en niet minder. Dat hebben ze gemeten. Ik niet hoor, ik weet het, ik neem dat aan. Hij zegt, zo gauw dat bloed naar andere gebieden moet, gaat het weg uit de voorkant. En met die voorkant overweeg je. Hier neem je rustig waar wat om je heen gebeurt en overdenk je wat die ander zegt. En zo gauw de stress toeneemt, wordt dat dus minder. Dan heb je bij ASS ook nog een ander probleem, vind ik. Buiten het stressprobleem heb je het ook nog dat die informatie nogal eens gecodeerd moet worden. Ik gebruik bij sommige echtparen, ik had eens een mevrouw die was zo goed in het praten. Ik dacht altijd aan een hele grote bos bloemen met bloemen erin en distels. Het was van die hele mooie bos bloemen. Sommige vrouwen krijgen die wel eens van een man, maar de meeste moeten ze zelf kopen. In ieder geval, maar bij die meneer had ik het idee, dat is een meneer die eigenlijk 1 boodschap tegelijk moet hebben. Die moet 1 bloem hebben. En hij kan die bloem wel snappen, hij kan die bloem wel snappen en die bloem wel snappen. Maar als je hem een boeket geeft, raakt hij in de war. En zij blijft al die bloemen noemen, waar de ene, die moet hij weten. Dus helderheid en communicatie, het hebben over 1 ding, 1 onderwerp, is dan van belang. En dat is een extra lastige als je, we zullen geen tijd hebben voor het filmpje, maar voor de liefhebbers merk Mark Grungor, man-vrouw, het verschil, u kent hem? Ja, die herkent hem wel. In ieder geval, leuk filmpje vanavond om thuis te kijken. We hebben hem ook nog wel ergens, maar daar zie je het verschil tussen mannen en vrouwen daarin. Hoe geassocieerd de ene kan vertellen en hoe bit bij bit die ander het moet hebben. Dit is een leuke, dit is een Keerkring plaatje. Een monster in de relatie, dat gaat over de kwetsbaarheid. Mensen die komen natuurlijk bij elkaar uit liefde. We hebben ook allebei een rugzakje. En als er iets uit je rugzak komt, dat zijn meestal niet de gouden appeltjes, maar de stenen en de pijlen en die dingen. En dat gebeurt beide, dan creëert dat als het ware een monster in de relatie wat tussen de liefde komt te staan. Dit is het drama wat veel van onze echtparen meemaken. En ook onze echtparen waarbij ASS een rol speelt. Ik had het net over stress bestrijden. En dan gaat het over heftigheid versus veiligheid. En time-out model, mensen krijgen vaak een time-out model mee. Dus het papiertje gaat thuis maar oefenen en dan wordt het een stuk rustiger thuis. Mijn ervaring is dat time-out is geen kunstje. En time-out begint niet als de deuren al klapperen en de gegil en geschreeuw is. Nee, time-out begint al veel eerder. Als het bij ons in de groep gebeurt of in het gesprek in de kamer gebeurt, Susan Johnson noemt het catch the bullet. Dus op het moment dat je voelt of ziet dat die ander het aanzwengelt en jij altijd die, nou dan, die moet je pakken. Als je die laat gaan, dan krijg je van de andere kant ook, ja maar jij. En je ziet zo de escalatie voor je ogen vorm krijgen. Het is wel leuk om 1 keer te zien, maar daarna is het redelijk saai. Het schiet ook niet op. Wat erg lastig is in time-out, en mijn ervaring is dat dat bij ASS-echtpaar, of dat een rol bespeelt, nog wel een groter probleem kan zijn, is dat het moment dat je zegt, ja, maar nu wordt het mij te gek, ik trek me even terug.
Ik ga uit de relatie. En bij veel echtparen is dat een groot probleem, omdat er vaak ook paniek bij optreedt. Niet alleen van dat je kwaad bent, dat je niet je laatste giftpijl op die andere kan richten, maar ook dat je werkelijk angstig wordt van in de steek gelaten te worden. Als dat speelt, heb je een probleem als je de ruimte wil verlaten. Dan zie je dat partners elkaar gaan aanklampen, bijvoorbeeld. We hebben daarvoor een soort paniekmodelletje bedacht. Niet dat dat altijd helpt, maar het helpt ons een beetje. Waar mensen van tevoren kunnen bedenken, wat moet ik op zo'n moment doen? En dat kan heel simpel. Dat kan een foto van een partner zijn die wel even leuk lacht nog. Niet die boze die je net ziet vertrekken, nee, die andere die van je houdt en waarvan je weet dat hij over een uur weer terugkomt. En nee, dat doen ze wel eens hoor. Oké. En zo zijn er meer dingen, dat is een heel schemaatje, waar we van ook vragen van echtparen dat in te vullen. Want eigenlijk die time-out, die moeten ze ook samen maken. Want dat moet iets van hun samen worden, dat ze het ook elkaar toestemming geven om daar gebruik van te maken. Anders krijg je gouden situatie dat er ook misbruik, of dan mensen voelen, ja, jij loopt nu weg, dat is wel mooi. En net nu ik bijna er ben, dan ga jij weg. Dat is een hele bekende hier in de zaal, zie ik ook. Oké. Dus ook als je time-out neemt, zeggen we altijd, ja, degene die de time-out neemt, die komt terug. Die komt terug en die meldt, oké, ik ben weer rustig. Ben je ook weer rustig? Ja, ik ben ook weer rustig of niet, maar goed. Ben je ook weer rustig? Ja, oké. Gaan we het er nu over hebben of vanavond of morgen? Of bij de therapeut als het te moeilijk is. Kan ook, hè? Even over die kwetsbaarheidscyclus of die escalatie vanuit de kwetsbaarheden, hoe dat zo ongeveer loopt. En dat is bij ieder echtpaar natuurlijk anders. Maar dit is even een voorbeeldje. Partner 1, 28 jaar, zit nog te wachten op haar partner, verlangend. En ik denk, ach, wat fijn, hij komt zo thuis. Hij komt zeer uitbundig binnen in verwachting verlangd te worden. Want ja, daar zit zijn vrouw. Echter, ze reageert er niet bewust op, maar met een enig automatisme. Want ja, ze heeft de kwetsbaarheid overheerst worden. En voor ze het weet, kijkt zij zo. Dat heeft ze zelf nog niet eens in de gaten. Zo snel gaat dat. Het gaat echt in millisecondes. Alleen de ellende is dat hij dat ook op onbewust niveau al waarneemt. En reageert van uit afgewezen worden. Dan kom ik uitbundig thuis, ik word niet verlangd. Want zij kijkt afwijzend. Dit gaat allemaal in een hele korte tijd. Nou, je snapt het al. Zij wordt bevestigd. En verliest de controle. En bij hem is het dan ook weer helemaal klaar. En dan hebben ze de escalatie daar. Dit gaat in 2 seconden. En het is wel leuk om daar met echtparen over te praten. Bij ASS zie je nog wel eens wat anders. En dat kan zijn als er een plotselinge gebeurtenis bijvoorbeeld is. Veranderende plannen of gewoon een stapeling van de last. Dan zie je een plotseling heftig ongecontroleerd gedrag. En dat is wat anders. Dat is wat anders dan het reageren vanuit de kwetsbaarheden. Dat is gewoon overload, boom. Maar wel met dezelfde heftige gevolgen. Dit is een punt, als we hierop komen. Je hebt natuurlijk die escalatie die voorkomt uit het gewoon het onderlinge verhouding in de relatie. Maar je hebt ook deze. En dat is toch wel een apart hoofdstuk. En wat wij wel doen, is dat we toch proberen met de echtparen, maar ook met de mensen die dat betreft, dat heel goed in beeld te brengen. Wanneer gebeurt het nou precies? Wat is er aan de hand? Kan je er iets van voelen? Ja, het overkomt, maar ja, dan zegt iedereen die explodeert. Dus kijken of je kan vertragen, de momenten kan vinden dat dat wat heftiger gaat voelen. Onze collega's van de PMT, ze gaan er misschien ooit een artikeltje over maken, maar ze zijn bezig met mannen om te kijken of ze dan in die PMT-zaal dat te pakken kunnen krijgen. En ze zeggen, ook met mannen met ASS hebben ze daar zeker voor de helft goed succes mee. Soms ook niet. En ook wij moeten zeggen, wat in het onderzoeken van het in kaart brengen van deze dingen, ja, dat helpt niet altijd. Dat heb je natuurlijk liever wel, maar je blijft soms zoeken. Nou gaan we naar de vraag vergroten van wederkerigheid, kan dat? De dingen die ik hiervoor heb gezegd, die gebruik ik met name om te kijken of er wat te doen is
in de vroegere geschiedenis, in de kwetsbaarheden, in de manieren van reageren vanuit een hechting. Om te kijken of er wat speelruimte kan komen in het anders kijken naar hij of zij heeft ASS en dat is het probleem. Ik heb bijvoorbeeld nu een heel jong echtpaar. Dat vind ik altijd heel erg als ik van een hele jonge echtpaar heb. Maar goed, het is mooi dat ze komen, dat is de andere kant. En echt jonge mensen van net in de 20. En die meneer die zorgt compleet voor die mevrouw in de emotionele zin. En dat heeft hij van huis uit meegekregen, want dat deed hij ook al voor een familielid. Want die vroeg ook al alle zorg. En die meneer heeft nooit stilgestaan bij wat hij zelf voelde, want dat is niet aan de orde. Hij zei letterlijk, moeten, het was geen moeten, het was vanzelfsprekend. Dus die gaat er gewoon mee door. En ik ben bang dat over 5 jaar die meneer dat niet meer kan. En het gekke is dat in de manier waarop hij voor die mevrouw zorgt, het tot op nu dan wel, omdat we het erover hebben, dat hij, of dat zij denkt dat hij nergens meer zit. En dat zij alleen het probleem is. Want zij heeft bijvoorbeeld de moeite mee dat zijn ouders om de klipklap daar binnen komen vallen. En ze zeggen, oh, ik kan dat niet aan, want ik heb autisme. Mijn programma gaat in de war, dus het ligt aan mij. En ik vervreemd hem van zijn familie. Dus die voelt zich schuldig. Toen we daarover spraken en we hadden over, god, wat het voor die ouders betekende dat hun zoon uit huis was, als enige vrolijke noot in de familie. En dat het misschien wel heel lastig was voor die ouders. En hij begon te praten hoe hij daarmee worstelde. Dat hij moest kiezen tussen zijn vrouw en hun nieuwe leven. En zijn ouders die daar nog zaten. Toen ging zij er anders naar kijken. Ze ging in ieder geval iets anders gaan bedenken over haar eigen rol daarin. En ze hoorde van hem dat hij het ook ergens moeilijk mee had. En dat was erg verfrissend. Ik ga 2 groepen. Wij doen dus groepen. En we hebben dus die basisgroepen waarin psycho-educatie is. En daar proberen we dan stiekem gaandeweg steeds meer therapie van te maken. Dus de eerste 4 keer staan vast. En dan geven we uitleg over wat autisme kan zijn. En we hebben een aantal standaard dingen over communicatie die we daarin doen. En als zo'n groep goed klikt, of dat mensen veel in elkaar beleven, dan zetten we, als het even een beetje mee kan, die groep nog een keertje door. Het zij in een communicatiegroep, het zij in een vervolggroep noemen we dat. Dat is meer groepstherapeutisch karakter. En waarin het meer gaat dat één echtpaar bijvoorbeeld laat zien hoe zij met een probleem omgaan en de anderen daarop reflecteren. En stiekem weg proberen, net als bij onze gewone echtparen, daarmee het nadenken en beleven van de ander wat te kijken of je daarin wat kan ontwikkelen. We hebben dus deze groep A gehad, die noem ik maar groep A. En deze mensen waren gedurende de hele interactieve cursus, waren ze ontevreden over wat we boden. En hoe dat ging. En wij werkten het allemaal, maar we kregen dat niet anders. En naast dat ze wel veel bij elkaar herkenden, met name de AS-mannen, de A6-mannen, mannen met A6, was er ook veel confrontatie met onmacht. En dat vonden ze absoluut onplezierig. Dus we dachten, nou, we hebben het verknald met deze mensen, die gaan niet met ons door. Maar dat was niet waar, die wilden wel met ons door. En we hebben toen 10 of 11 keer die sessie gedaan van 2 uur. En nog steeds weinig tevredenheid. We waren niet meer zo ontevreden over ons als daarvoor. Maar het schoot niet echt op. Het veranderde ook niet echt iets. Ook niet naar ons idee hoor. Maar er was wel een soort acceptatie van, nou ja, zo is het. Dit is het dus. En dat gaf toch veel rust. We hebben dat nog voortgezet met laagfrequente bijeenkomsten. Eens in 3 maanden en later eens in 1/2 jaar. En ook die echtparen zijn zelf met elkaar bij elkaar op visite gegaan. Als een soort, nou, wij snappen tenminste van elkaar wat er aan de hand is. En we hebben het toch nog wel gezellig. Dus gingen ze leuke dingen doen en dat soort dingen. Maar wij waren niet erg onder de indruk van ons eigen werk. We vonden niet dat we erg veel bereikt hadden. En dat hadden we graag wel gedaan. We weten nog steeds niet waarom dat dan niet lukt. De ene keer en de andere keer wel. Die andere cursusgroep, daarmee ontstond heel veel helderheid over de ASS in de relatiedynamiek. Dat het niet alleen ASS was, maar dat het ook 2 partners waren met eigen dynamieken. En daar hadden we, ik zal ze maar
per paar 1, 2 en 3 noemen. Bij 3 echtparen trouwens. Normaal met de 4. 1, dat was een vechtpaar. En ik hou altijd meer van vechtparen dan van depressieve paren. Dan zit meer, daar kan ik mee. Dat sluit meer aan mijn energie, denk ik. Die hadden dus interactieve cursus gedaan. En die hebben toen de communicatiegroep gedaan. En ook de partnerrelatietherapie vervolgd. En die dus gewoon leerden een structuur te hanteren om naar elkaar te luisteren. Ik weet niet of jullie dat kennen. We hebben dat wat gejat van Alfons van Steenwegen. Wij noemen dat ABA. Het komt in ieder geval op neer. Je gaat je belevenis vertellen en die ander die laat merken dat hij dat begrijpt en zich daarin in kan leven. En vaak een hele tour, omdat allerlei eigen emoties een rol spelen. Dat hebben deze mensen gedaan. En zij zijn ook op een gegeven moment naar een seksuoloog gegaan. We hebben ook een seksuoloog in dienst. Dat zei ik al, bij ASS is seksualiteit vaak nog een heel hoofdstuk. Dat was bij deze mensen ook zo. En deze mevrouw zei, ik begrijp dat hij daar een probleem mee heeft. En ik begrijp dat dat bij ASS hoort. Maar ik wil graag seksualiteit in mijn leven en ik wil het met hem. En ze wou dat niet met een minnaar of met iemand anders, nee, ze wou het met hem. En hij wil daar wel aan voldoen, maar hij weet dat er een groot probleem ligt. Deze man is daar op dit moment, gaat er een individueel traject mee doen. En daar wordt zij, denk ik, door mijn collega bij betrokken. Anders moet het bij ons erover gaan. Zij hebben in ieder geval, die meneer die had wel hele hoge normen van huis meegekregen. Maar daar kon hij op zich wel goed mee leven. Hij had ook een beroep waarin hij goed kon nadenken en kon filosoferen. Hij was trouwens officieel gediagnosticeerd met Asperger. En ja, dat vond ik ook wel. En zij was een hele onzekere vrouw met een ontzettend grote mond. Ik wou zeggen grote bek, maar ik denk, ja, dat kan ik zelfs al niet zeggen. Die kon flink schetteren. Ik hou er wel van. Hele variante vrouw. En die eigenlijk zei, ik heb een fantastische jeugd gehad. Nou, toen ging ze erover vertellen over die fantastische jeugd. Het was echt fantastisch. Het ene moment stond de hele tafel vol met reerug en ganzenlever en champagne. En ja, de volgende dag was de zaak failliet. Dus, maar zij vond die deining gewoon geweldig. Alleen, toen ik haar op een gegeven moment vroeg van, god, maar toen je een jaar of 8 was, en toen was dat ook dat circus daar al aan de gang. Hoe vond je dat toen? Jij zegt, toen zat ik op de trap. Als het dan weer zo'n ruzie daarover was. En dan durfde ik niet naar beneden. En ik zei, maar heeft er dan iemand aan jou was gevraagd of het dan voor jou was, of je bang was? En toen kwam zij eigenlijk een hele kwetsbare stuk. Ze zegt, ja, ik kan wel heel geweldig schreeuwen overleven. Maar als het gaat over mijn kwetsbare gevoelens, dan ben ik erg bang om die te delen. En zij had wel heel goed geleerd om de controle te grijpen, de regie te grijpen. En dat deed ze ook met verve in haar gezin. Het was ook een gecompliceerd gezin, een samengesteld gezin. En eigenlijk zei ze daar aan het eind van de behandeling ook een beetje van, ik lukt me nou eindelijk om dat een keer niet te doen. Om dingen ook te laten gaan. En het aan hem over te laten. Want hij kan dingen best goed. Zoals wat Louis in dat filmpje liet zien, dat de jongen zei, ja, ik kan wel met die vader praten en die blijft rustig. Nou, dat was in dat gezin ook zo. Als daar die kinderen iets deden, zeker in hun puberteit, wat natuurlijk een beetje angstig werd voor ouders, want dat doen kinderen nu helemaal in die puberteit. Dan vloog ze er bovenop, net zolang tot het geregeld was, met alle gevolgen van dien. En hij bleef dan veel rustiger. Dus zij raakte, dit heeft wel 1,5 jaar geduurd, of nee, het heeft wel 2 jaar geduurd, voordat ze zo ver waren, want dat is wel mijn ervaring met echtparen waarbij ook ASS een rol speelt en dit soort problematiek. Dat duurt langer. Hier moet je tijd voor nemen. Dus zij zijn door dat te doen, en dat was best heel lastig af en toe, soms ook voor mij, maar dat heb ik niet altijd laten merken, als het dus erg heftig was. Maar zij hebben zicht gekregen op hoe zij met elkaar interacteerden, niet zozeer omtrent die ASS, want daar kwamen ze nog wel uit. Maar hoe ze dat vanuit die kwetsbaarheden met elkaar deden. En dus zij kregen ruimte voor beschouwen en beleven. Als we naar dat paar 2 kijken, die heb ik maar de vermijders genoemd. Schatten van mensen, echt. Heel aardig, lieve mensen. Maar wel een beetje te.
die hebben ook die cursus gedaan. Die zaten bij dezezelfde mensen in de groep. Hè? Dat is een leuke combi. Die zijn niet verder gegaan in eerste instantie met die groepen. Maar die mevrouw zat nog in een therapiegroep voor haarzelf. Die mevrouw die had, was eigenlijk al heel jong verantwoordelijk geraakt voor de zorg, emotionele zorg voor haar ouders. Ze voelde zich degene die in dat conflict niet alleen moest bemiddelen, maar ook moest beschermen. Het ene partner de andere niet beschadigde. Dus deze mevrouw heeft heel erg veel moeite en heeft ze nogal, gaat het echt een heel stuk beter, om haar eigen leven te leiden, maar ook iets van anderen te zeggen in plaats van voor ze te zorgen. Zij, dat hebben we vorig jaar dat voor het eerst gedaan, omdat we toevallig in onze populatie een behoorlijk aantal echtparen hadden waarbij ook die kwetsbaarheidsproblemen naast de ASS-problemen een grote rol speelden. En wat wij noemen normale daggroep gedaan. En dat houdt in dat we een uitgebreid programma hebben van psychomotorische therapie, groepstherapie, doelenbesprekingen. Dus zetten we wat zwaarder op in. Dat is echt een complete dag duurt dat. Waarvan men ook zegt dat het met mensen met ASS niet kan in groepen. Maar we hebben iets andere ervaring. Zij zijn daarna laagfrequent doorgegaan met de PRT. Die duurt ook nog steeds. En zij beginnen langzaam maar zeker met elkaar in dialoog te komen. Ook deze man was zeer vermijdend. Dus ik kan zeggen, dat we, hier was zo'n sprake, van, was het nou ASS dat hij nergens op terugkwam? Of durft hij het gewoon niet? Of is het niet eens meer bewust dat hij iets gevoeld heeft en zich teruggetrokken? Deze man die kreeg bijvoorbeeld van zijn vader te horen als zijn moeder de inrichting inging, dat het zijn schuld was. Omdat hij te druk was of te veel emotie had, die moeder te belasten. En dan leer je het wel af. En waar zij nu, omdat ook op het gezinsniveau gaat, zij hebben een dochtertje die is gediagnosticeerd met Asperger. En ze hebben een tweede kind waar ik me nogal zorgen over maak. Die is niet gediagnosticeerd, maar die zit altijd achter de computer boven. Het kan zijn dat het niet gezellig in huis is. Maar toen ik met dat meisje sprak, dacht ik, ja, je hebt op school ook wel erg veel problemen met contacten met anderen. Dus dat is nog een punt van zorg. In ieder geval wat die mensen wel hebben geleerd, is dat ze elkaar steunen in de opvoeding. Louis gebruikte net het woord op één lijn. Ik doe dat tegenwoordig wat minder, volgens mij ook. Het is meer één lijn, is dat je elkaar steunt in je verschillen. Iemand uit de zaal is er helemaal mee eens, zie ik. Dan hebben we nog een derde echtpaar. Die hadden echt een zorgstrijd. Echt een strijd. En daar was nog een rampje bij aan de hand, bleek later. Deze mensen die hadden eigenlijk, die meneer had eigenlijk heel goed gefunctioneerd. Had gewoon een baan. Was wel een beetje een vreemde man. En ging wel erg lang door in zijn strijd bij de ondernemingsraad. Maar op een gegeven moment hebben deze mensen een auto-ongeluk gehad. En later bleek, want het was pas na de interactieve cursus, dat er bij die meneer, die had een kleine hersenbloeding ergens gehad. En met de MRI-scan, dus het was toch mooi dat dat ding ontwikkeld is, vonden ze uit dat dat was gebeurd. En toen zei die neuroloog, oeps, zegt hij, die diagnose ASS, ja, die komt nu toch wel een beetje in een ander licht. Want misschien is het dat wel. In ieder geval, wat in ieder geval gebeurd was, en waar die mensen geen erkenning voor hadden gekregen tot nu toe, was dat die man ineens zo veranderd was. Die had altijd wel problemen gehad met het zich handhaven, maar die waren ineens een stuk verergerd. En helaas, was toen wel onderzocht, hoor, maar blijkbaar niet goed genoeg. Was men toch opgehouden met nadenken, omdat hij ook al ASS had. En dat maak je wel meer mee. Dit is toch wel een echtpaar waarbij het van groot belang geweest is, want het was echt een zorgstrijd en dat is ook gewoon nodig. Als die mevrouw die meneer zijn pasjes niet inneemt, dan zijn ze volgende maand failliet. Want die meneer die gaat naar buiten met zijn pasjes en die komt een paar uur later terug en dan heeft hij, oh dat was leuk om te kopen, dat is leuk, oh ja, nog even daar gegeten. Terwijl er geen geld is. En dat is die meneer helemaal niet van kwade wil, maar dat gebeurt hem gewoon. Dus zij moet ook wel voor hem zorgen. En daar is het ook eigenlijk best wel over eens dat dat moet. Alleen, zo gauw ze in de rol komen van degene die, laten we zeggen, zuster Clivia wordt en een losbandige pupil, dan gaat het fout. Dus
het succes voor mij ligt erin dat deze mensen op een echt onderscheid hebben weten te maken. Wanneer zijn we nou partners en wanneer zijn we nou verzorgde zorger? En daar zijn we het over eens. En daar kunnen we, daar komen ze nog steeds over terug. Zij het laagfrequent, dan moet dat af en toe eens even opgepoetst worden. Maar zij snappen heel goed, want deze mensen zijn een stapel gek op elkaar geweest. En eigenlijk nog steeds. Alleen de druk van de zorg heeft de partnerrelatie op een gegeven moment doen verdwijnen. Ik kan nagaan, zeker na zo'n ongeluk, wat er allemaal gebeurd is in dat gezin. Zeker met de gevolgen die dat voor die man had. Bij hem was, wat hij op heeft gehaald in de programma's, en in, juist doordat we niet alleen hebben gekeken naar ARSS, maar zeker die meneer die had een drama van een vroegere leven gehad, met kinderen thuis en echt erger. Dat er dus ook nog iets anders aan de hand kon zijn. Dat het misschien ook wel eens heel lastig was om je te verhouden met anderen, omdat je zo bang was om afgewezen te worden of weggestuurd te worden, of noem maar op. En die meneer zei op een gegeven moment, laten we zeggen, de hoofdthema's van die behandeling waren wel geweest. En waarom kom je nou nog? Die zei, ik ben me hier weer mens gaan voelen. En dan dacht ik, oh, dat is iets wat ik goed moet onthouden. Zeker als het gaat over diagnostiek, of het naar ASS is, of borderline, of ik weet niet wat je allemaal hebt in een mooi boek. Dat je blijft zoeken naar de mensen achter en daarin. Want daarmee moet je het contact maken. Daarmee kan je misschien overleggen over wat je moet doen. Als er al bijzonderheden zijn. Ik heb die ene meneer gevraagd, die meneer 2, zal ik hem maar noemen. Wat heb je nou gehad aan dat programma? En ik zeg, nou, dat ga ik vertellen. Hij zei, die gaat nou trouwens binnenkort naar het ATM voor zijn diagnose. Want tot nu toe was dat niet nodig, maar die moet het van de verzekering. Maar hij wilde het wel doen. Ik vind het eigenlijk heel erg, maar goed. Hij zei, door anderen te zien reageren op de thema's in het programma, merkte ik dat ik daar in wisselende mate bij betrokken was. Het ene snapte ik wel, kon ik me heel goed in inleven, het andere niet. Hij zei, zo heb ik me leren te positioneren ten aanzien van ASS. Daarvoor was het zo dat ik heel stuntelig probeerde me in te passen in die hokjes van de ASS. Maar zo ging het voor mijn leven. En hij zei het letterlijk, het klinkt misschien raar, maar het raster krijgt nu vlees op de botten. Toen ging ik natuurlijk met hemzelf verder praten over wat heeft nou ten aanzien van die relatie geholpen. En toen zeiden ze toch wel een aantal dingen die ik meer ook bij mensen met relatie naar ASS hoor dan bij doorsnee-echtparen, zal ik maar zeggen. Die zei, die educatie was van groot belang. Dat GGG-model, het leren te onderscheiden, wat voel ik het, denk ik, en hoe ga ik me daarmee gedragen? En dat doen we dan in twee keer natuurlijk. Hè, van hoe doet de partner dat en hoe doe jij dat? En hoe werkt het op elkaar in? Communicatie, oefeningen en dat met name het vertragen. En dat is misschien bij ASS nog meer dan anders. Wachten tot iemand er is, dat hij er wat bij voelt en dat hij er iets over kan vertellen. En dat duurt lang. Maar ik neem daar de tijd voor. Wat veel indruk maakt in die groepen is wat ik noemde binnen- en buitencirkel over rouw. Ik moet er vaak ook zelf een traantje bij laten. Ik word ouder, dus ik word emotioneler. Vroeger had ik nooit wat verboden om in je therapie te huilen, vond ik. Maar ik doe het tegenwoordig wel een beetje. Niet al te veel hoor. Ik heb een collega die kan heel erg huilen, maar die is een vrouw. En die hebben toch meer tranen bij dezelfde emoties als mannen, zeggen ze in Groningen. Maar in ieder geval in die binnen- en buitencirkel over rouw, dan vragen we de mannen in de binnencirkel te zitten, en daarna draait het om hoor, en de vrouw in de buitencirkel, en dan staan we stil bij, nou, wat betekent het nou, deze diagnose? Of deze aspecten van ASS die je kent. En dan gaan die mannen met elkaar praten, en die vrouw zit wel gewoon op de stoel, maar soms vallen ze er bijna af, omdat ze hun mannen met andere mannen horen praten over wat het betekent en hoe dat voelt. En soms, het klinkt gek misschien, maar soms is dat sinds jaren dat die partners hun man over gevoel horen praten. Dat levert ook wel eens hele woede op, van waarom daar wel en niet met mij, maar hoe, dat is een ander verhaal. En dan vragen we daarna de vrouwen die plekken van die mannen in te nemen, en dan zeggen we niet een oordeel te hebben, dan vragen we niet een oordeel, maar dan zeggen we, wat doet het nou wat je ziet? Of het ervaren. En daarna
draaien die rollen om en dan vragen we de vrouwen te vertellen hoe het gaat met hun leven bij het hebben van een partner met ASS, bij die diagnose. En dan komen er doorgaans ook nog eens emotionele dingen aan bod. Bij mannen dan ook op reflecteren. En vaak ook heel gevoelig. Ook vaak ik vind het ook wel erg dat zij daar ook mee moet kampen, want eigenlijk is het van mij. Dus dat zijn altijd zeer indrukwekkende. Dat vond ik dus ook niet raar dat dat terugkwam uit reflecties. Time out wordt eigenlijk altijd genoemd als je dat eenmaal weet te beheersen. Dus als je die stress laag kan houden als een geweldig middel. En met enige glimlach roepen mensen meestal, de worsteling bij de andere echtparen is zo genezend. Want het is niet alleen erg wat ze doen, maar je herkent je erin. Je ziet met humor, kan je toch zien wat er gebeurt. En soms ook doodeenvoudig de tips en tricks van andere paren. Dat betekent dat ik aan het einde van de voorstelling ben. Tenminste, we hebben nog één klein filmpje, dat wil ik jullie niet onthouden. Kijken of ik dat goed kan. Ik vind zelfs zo'n liefje. Die heb ik gepikt hoor, ik heb het niet zelf gevonden. Maar ik zag hem. Deze. Het is gewoon een reclame van een Amerikaanse maatschappij. Maar het is zo treffend voor wat mensen in het ongeluk, wat ze kunnen tegenkomen, hun weg in het leven kunnen meemaken. En hoe mooi het is, ik ga het even stopzetten. Zo. Hoe mooi het is als er mensen om je heen kunnen blijven die jou daarin wat vast kunnen houden. En volgens mij is dat een beetje de kern van wat ik hier vanavond probeer te vertellen. Is dat er, als er sprake is van ASS, het van zo groot belang is om te onderzoeken welke holding daar nog omheen kan zijn en hoe begripvol dat het natuurlijk je ervoor moet hebben als dat zo verstoord is, omdat je ook ten aanzien van de partner veel inspanning moet doen om dat te herstellen. In ieder geval bedankt voor dat jullie hiernaar hebben willen luisteren. Mag ik nog een vraag stellen? Ja, ja. Als die niet te moeilijk is. Van, in relaties verschillen mensen, zeg maar. En als er sprake is van, ik zei in relaties verschillen mensen. En als er sprake is van autisme bij een van de partners, dan is dat ook een verschil, zeg maar. Maar waarom is het nou zo belangrijk om dat verschil als autisme te betitelen, zeg maar? Dat is wat ik door de loop. Kijk, toen Louis me een aantal jaren geleden vroeg of ik ook mij wilde interesseren voor autisme, was ik fel tegen. Niet zozeer dat hij iets met mensen met autisme deed, maar wel om het als zodanig te benoemen. En toen heeft hij mij gevraagd om achter de spiegel te komen kijken naar een groep met echtparen waar autisme een rol bij speelde, gewoon te zien. En toen dacht ik, ik wil het niet, maar ik zie het wel. Ik zie dat er een verschil is. En
Want ik ben van de school dat alles relationeel is. En alles past in dynamiek. En dan mag je het niet hebben over de ziekte. Bijvoorbeeld als verboden, een verboden taal. Dat was voor mij verboden taal. Maar hier zag ik dat er toch wel bijzonderheden zijn waar je niet omheen kan. Alleen, wat ik ook zag, het geworstel van om mensen die toch van elkaar houden en daarmee te maken krijgen, dat het ook nog wel eens helpt om te noemen, ja, maar dat is ook echt wel even heel bijzonder. En door het juist te benoemen als echt wel heel bijzonder, plaats je het ook buiten de relatie waar je samen naar kan gaan kijken. In plaats van een onderwerp van strijd is. Goed. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor deze avond. Ik heb een bloemetje voor jullie. Dan moet ik even achter het gordijn vandaan. Nou, dat doet mijn partner in crime. Ik heb ook een bonnetje. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Bloemen staan heel ver weg. Hé, hey, dank je. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Goed. Ja, nogmaals bedankt en graag tot de volgende keer.